even kijken naar jullie weer mijn kanaal. Ik heb hier, zoals jullie misschien zien, een nieuw pakketje van Bol.com. En voordat jullie het, jullie hebben al de titel gezien, waarschijnlijk. Als jullie dit al te lezen, heb je gezien dat ik weer een nieuwe gaming muis heb. En ik heb hier nu 1, 2, misschien 3 maanden, een paar vier. Ja, tussen de 1 en de 4 maanden. Nou, ik weet niet, nou, denk toch wel 3 maanden geleden. En bedoel dat niet hoe lang, maar gewoon toch wel redelijk recent geleden heb ik een gaming muis gehad. Maar wat ik buiten het heb gedaan en achteraf blijkbaar nog door heb gehad met die vorige muis. Ja, deed het toch niet goed. Ik heb gewoon de video online gekomen. Er is weer extra views, extra video. Maar ik heb ook niet laten weten, dat weet je bij deze nu voor deze keer, dat ik hem heb teruggestuurd en dat ik er toch niet blij mee was. En als ik dan wou bewegen, dan stopt hij de muis halverwege. En dat was irritant. Dus ik heb die al direct teruggestuurd. Maar waarom heb ik dan zo lang heb gewacht? Nee, het pakketje is niet later binnenkomen. Maar ik heb gewoon langer gewacht omdat ik eigenlijk toch wel een redelijk goede muis had. Maar die heb ik nu dus op tweedehands gezet om te verkopen mijn muis wat ik heel veel mee heb gegeven. Die heb ik dus op die heb ik te koop gezet en dan heb ik eerst heb ik dan een nieuwe muis dus besteld en die had ik te koop gezet. Dat is nog heel goed eigenlijk, maar als deze dan slecht is, ja, dat is dan een tweede keer achter elkaar, dan stuur ik die gewoon terug en dan hou ik gewoon deze muis, haal ik hem ervan af en hou ik die gewoon omdat dat denk ik een redelijk goede muis is en niks verkeerd meer is. Dus ik ga gewoon voor 2 keer proberen en eerst wordt ze geen 2 keer aan hetzelfde steen, maar je kunt nooit voor ons weten hoe goed het hem is of wat voor jou het beste is. Dus als deze perfect werkt, dan haal ik gewoon om de kop aan en dan heb ik gewoon een nieuwe, een echter gamerachtige muis. Want die ik nu heb, lijkt zandachtig, is ook voor game bedoeld, maar heeft niet zo van die details en die ik nu heb. Dus ik wou gewoon echt iets, echt gewoon die er gameachtig uitziet, zou ik maar zeggen. Dus dan heb ik uiteraard een nieuwe. En dan zullen we unboxen en dan, dan zie je het. Dan gaan we aan het unboxen. En dan gaan we kijken hoe het er is. We gaan het al testen. Kijk eens in jullie. We hebben een computer. Oh. Hebben we op de achtergrond al aangezet of zo de muis kunnen testen. Ja, de belichting is niet heel goed. Maar we hebben niet meer een box of niet nodig. Maar ik heb misschien zien. En eerst had ik van Loombons bent. Maar nu heb ik een echte ring besteld en zelf uitgepakt. Die wou ik even niet unboxen. Ik zei niet alle, ik ga zoveel mogelijk unboxen, maar niet alles. En deze ook, hele ring. En ja, die heb ik dus goed. Even dan, we gaan hem uitpakken. Zo. Even uitlopen. En kijk. Zo. Dan denk ik nog een klein doosje. Hier zit er maar eens in. Ook wat de vorige had, ik denk dat daar ook door kwam, dat die gewoon, als die geen beweging detecteert, of niet te veel beweging detecteert de vorige, dan valt die uit en waarschijnlijk moet hij dan weer opstarten, gaat heel snel en dan moet hij gewoon weer aanspringen, en dan kun je weer verder bewegen en daardoor bleef hij waarschijnlijk hangen omdat hij dan telkens uitviel. Maar die had dus ook geen knopje om uit te zetten, dus dan doet hij allemaal automatisch. Is wel ook een aardig en handig. Dat al automatisch doet hij daar niet meer aan bedenken. Maar dan heb je wel het probleem dus. Sorry, ik ben even kennen. Maar dan heb je wel het probleem dat hij dan niet zo goed gaat werken. Hey, ik wil wel sick. Dat is allemaal leuk om dit te doen. Je snapt wel. Gewoon één muis, dat is het, handleiding. Jawel, we hebben alles gedacht. Yo, handleiding, die doen we niks mee. Die doen we weg, nee. Ik ga gewoon een klein doosje doen, als er weer slecht zou zijn, dan hou ik alles goed bij. En dan kan ik gewoon alles terugsturen, tot dan verder. En, wat noemen ze dat? Aan slachtoffers kunnen verkopen. Nee. Bol.com doet wel goed. En er zijn verschillende verkopen op Bol.com, dus iedereen heeft zijn eigen. We hebben dat, kijk. Dit is toch een mooi muisje. Dit is van TechNet. Dat is ook een ander nieuw speciaal merk, maar die TechNet. En dan is het hem normaal. Hij zat erin, dat weet ik. En die wil ik gewoon aan een knopje en een on met licht. Ja, die ga ik altijd wel gebruiken. Batterijen, daar heb ik nu over nagedacht. En die zit er niet bij. Ik
Ik ben hier wat rij aan het halen. Ik ben zo terug. A few moments later. Zo, daar ben ik weer. En is het een top nummer, dat is een goed ding. Ik heb 2 batterijen normaal zo die moeten passen op AA batterijtjes. En dat zijn ze. Ja, dat zijn ze. Oké, plus. Dus daar kijk, dan zie ik hem maar in. Oké. Zo, kijk. Dit is goed. Oké, stapje uiteraard erop. Ik kan het eraf. Nee, ik ga het erop laten voor dat ik me terugstuur misschien. Hier erop. Zo. En voilà. Oké, we zetten hem aan. Kijk, hij is aan het branden, maar dat lichten moet er nog. Of waar moet er hier een computer aan zetten, dat weet ik niet. Wacht, die er even af, want waarschijnlijk, ja zie, hier zit dat. Hier zit dat. Wat dingetje. Kijk. Voor in de computer te doen. Moet dat wat hebben, dan zit hier gewoon in. Mensen. Kijk, voor mensen die ook de muis willen bestellen. Hier moet je batterij in doen, moet je klep open doen, dan zit hier dat. Dat dingetje. Dat, ik weet wel wat ik bedoel. Dat is ik verkeerd, maar ik moet als de batterij er even aan zetten, dan moet ik dat. Dan moet ik dat niet. Je moet er wel uit wat vervangen ooit. Maar dan moet je even niet meer in doen. Een tijdje. Dus dan gaan we even naar de computer uiteraard. Zo, dat weer neer. Gaan we zelfs het wat dan zien. Als het die muis mag, deze mag uit. Steek hem maar terug in de nieuwe. Oké, hij gaat weer uit. Ja, ik zal het wel zien. En even zo doen. Kijk. Oké, hier is dus de muis. Kun je zien. Ik ga het echt heel goed. Dus hij is voor mij goedgekeurd. Dus ik hoop in ieder geval dat jullie deze video leuk vonden. Weet je niet te liken, te abonneren, maar kan hier beneden als je nog niet hebt gedaan, komt nu even in beeld. Meer dan 70-80% is niet geabonneerd. Bij de helemaal klikt. Dan heb je de rode knopje, maak die grijs. En dan ben ik weer tevreden. Ben je een happy man. Hij is goed. Dus nogmaals, bedankt voor het kijken. En tot de volgende. Ik kan betalen zelfs, maar ik heb achteraf betalen aangeklikt. En anders ga ik hem altijd terugsturen als er nog een comment aan zou zijn. Dus wel bedankt voor het kijken. Tot de volgende. Nogmaals, dus later.